En welkom bij Dynamite Magic Shop product update 125. Daar zijn we weer. Maart 2021. Met allebei een nieuw haarkapseltje. Fris van de kapper. Kan weer, hè? Kan weer. En we hebben weer een hoop leuke dingen om jou te laten zien. En ik kan je vertellen, de elektronica tegenwoordig, die is ongelooflijk. En we zullen van alles voorbij zien komen wat werkt met elektronica. En er zitten zeker leuke dingetjes bij. Dus ik vind het wel absoluut leuke dingetjes. We gaan echter beginnen met iets wat niks met elektronica te maken heeft. Eén spel kaarten. Check even, is het een normaal spel kaarten, Leon? Dan vraag ik de goochelwinkels, dan mogen we dat vragen. Ja, dat is een normaal, getruckeerd kaartspel. Nee, dat is een gewoon kaartspel. Het is niet getruckeerd, het is dus wel een mooi spel. Goed. Neem er ergens een kaart uit, wat je zelf wil. Joep. En even duidelijkheid, wij spreken niks af. Dus alles wat hier gebeurt is hartstikke eerlijk. Leg de kaart erop. Op de kaartspel. Moet even bij. Oh, ja, we kijken even, laten we ook even de camera zien. Ben te snel natuurlijk. Ja. Mag ik hem hier opleggen. Top. Alle andere kaarten gaan daar bovenop, op deze manier. En het hele kaartspel, dat leggen wij hier op tafel. Nu vraag ik jou om je te concentreren op jouw kaart. Oké? Okay? Concentreer je op jouw kaart. Daar gaat namelijk het spel op mysterieuze wijze. Zie je? Schuiven. En dat is niet alles. Het gaat schuiven. Maar er komt ook nog één kaart uit het spel. Zie je? En dat, welke kaart had je gekozen? De klaver 9. De klaver 9. Nou. Dit is een voorbeeld met het allernieuwste gadget wat we nu hebben. Het spel is gewoon geprepareerd, kun je lenen van mensen. En dat is genaamd de Phantom Hand. Ja, en persoonlijk, ik vind het een super gaaf dingetje. Je kan er ook ringen mee laten zweven, zonnebrillen mee laten opkiepen, brillen laten opkiepen. Je kan er veel meer mee. Eigenlijk alles wat je met loops en onzichtbaar draad kan, kun je hiermee. Mijn favoriet is de zwevende ring, maar die doe ik liever staand en dat kan nu niet. Maar echt, het is mijn favoriet. En de Phantom Hand draag ik nu op dit moment hier. Dit is de Phantom Hand. Dit Ik wil ook heel snel even wat zeggen als dat mag. We hebben ooit een horloge gehad wat draad ingebouwd zit. Valt hier iets op je grond? Ja. Maar ik vind dit beter. Ja, het horloge was leuk, maar dit is 10 keer beter. Ik zal het zien, de Phantom Hand is een... Ik laat het verder niet zien hoe het werkt, maar het is een magnetische armband. Daar kun je hem mee omdoen. Er zit ook een verlengstukje bij voor als je een wat dikkere arm hebt. Je kan hem decoreren. Er zitten stickertjes bij als je hem fancy wil decoreren. Het is gewoon een modern uitziend dingetje. Je draagt het en je hebt altijd een zweefgimmick bij de hand. Ja, en dat is ook heel makkelijk aan uit te zetten. Ja. Want we hebben het horloge gehad. Als je het aan. Ja. Ik vond het wel tricky, want er zat volgens mij een kantelmechanisme. Als ik het goed had, je kon hem aan en uitzetten. Maar dan moest je altijd even onthouden. Staat hij nou aan of staat hij nou uit? Ja. Dus dat vind ik veel praktischer, om het makkelijk mee te nemen. Ja, kijk, je hebt de Tarantula. Tof ding. Echt eigenlijk mijn favoriet. Maar je had toch iets in je handen. Toeschouwers, weet je, maar je hebt toch iets in je handen. Dit is gewoon, dit draag je. En als je het nodig hebt, pak je het, je gebruikt het. En op laatste is het ook wel weg. Je handen zijn verder clean. En het is gewoon een moderne armband. Dus je moet het zien als een sieraad. Niet dat je denkt, hij heeft het om zijn arm. Ja, ja, dan is het natuurlijk een dingetje. Kijk, ik heb nu... De mouw opgestroopt, als je dit zo zou hebben, zouden mensen het niet eens zien. Dus het vervangen van het geheime iets als het stuk gaat. 15 seconden. Veel makkelijker als bij een spiderpen. Veel makkelijker als bij een tarantula. Het gaat super snel. Er zit 15 meter op. Je krijgt er nog extra 15 meter bij. En heel duidelijk uitgelegd hoe het allemaal moet. Uitgebreide instructievideo. Geheel compleet dus. €139 exclusief bij Dynamite Magic Shop. In ieder geval voor Nederland en België. We hebben ook refill spoeltjes. Twee spoeltjes krijg je dan voor €27,50. Ja, en als je deze bekijkt op de website. Ik ben toevallig op de website. Een andere favoriet van mij. Die heb ik volgens mij ook nog niet in de video gedaan. Ja, vertel. Dat is Unseen Force. Of First Unseen. Dan weet ik even niet hoe ik het moet uitspreken. Ja, Unseen Forces. Die komen... we zitten hier nu. Als het goed is, volgende week weer binnen. En ook dat is ook heel vet. Dat is mijn... Als ik eerlijk moet zijn, mijn nummer 1... En dat is nummer 1 en nummer 2. Ja, dus iedereen heeft zijn smaak, weet je wel. Dat is een ander systeem. Dat van jou kun je ook dragen, maar dan ben je al, heb je nog kledingrestricties, zeg maar. Ja, je moet dan één dingetje voor doen, ja. Ja, jij zou het kunnen doen, ik niet. Nu. Ja, ik zou het niet kunnen doen. Dus dan, dit is gewoon klik je aan en je hebt klaar.
Dus allebei toffe dingen. Allebei hele toffe dingen. 139 euro voor dit. Phantom Hand en de Phantom Hand Refills. 27,50. En nogmaals, dit is maar een optie om het te... Mijn stoel ligt zo vol, ik leg het even op de grond. Dit is maar een optie. Een mogelijke routine met dit hulpmiddel. Je kan er werkelijk van alles mee. Tot zover Phantom Hand. En we zijn officieel begonnen. Ja. Het leuke is, we hebben een hele tijd geleden al een truc gehad. Super triple coins, zeg ik dat even goed. Maar we hebben nu een nieuwe versie. En die ga ik nu laten zien. Het idee is dat je uit de lucht een munt produceert. Op deze manier. En dat is, ik hoop dat je het kunt zien, een Morgan Dollar. Mm-hmm. Dat is de eerste munt. Mm-hmm. Dan hebben we hier een tweede. Oh. En het tof is, deze truc doen ze ook in China. Alleen gebruiken ze daar Chinese munten. Dus als je wil kun je de munt laten veranderen. Van kleur ook nog. En nog een keer als je wil. En als je wil kun je zelfs hier nog een munt produceren. En dan hebben we dus drie Chinese munten. Deze kun je in je hand pakken eventueel. Je blaast. En daar zijn dus drie. Morgan dollars. Ja, replica Morgan dollars. Ja. En het coole is, je kunt de munt normaal in je mond doen. Maar ik doe het even zo. Je kunt de munten dus als je wil ook één voor één zeg maar weer laten verdwijnen. Door ze één voor één in je hand te pakken. En de laatste zou je dus die dingen kunnen laten zien. En die zou je dus ook kunnen laten verdwijnen. Ik weet niet hoe het op de camera uitziet. Het is even geleden dat ik deze gedaan heb. Nou, maar dit is dus de Super Triple Double Coin. Ja, dit is de Colors. Ja. Super Triple Coin. En dit is de versie inderdaad. Morgan Dollar. Ja, volgens mij is die 65. 65. Want hier staat 69 op, dus ik neem maar dat hier de Eisenhower in. Je mag desnoods de muntenoppervlak laten zien. Als je kunt laten zien wat het verschil is eventueel. We gaan niet de truc zelf laten zien hoe het werkt. Maar kan je zeggen, dit is fantastisch gemaakt. Ik ben even nu het graven in mijn gedachten. Waarom? Hoe heet Rebecca Wilson ook alweer? Dat is de Split Focus. Split Focus. Nou, dit is eigenlijk, laat ik het zo zeggen, Morgan Dollar, replica, echte Eisenhower Dollar. Zelfde truc, maar gemaakt van twee verschillende sortimenten. Deze Eisenhower Dollar is eigenlijk Split Focus. Het enige verschil is dat als je alles wat je hier Chinees ziet, dat krijg je nooit te zien bij Split Focus. Ja, bij Split Focus daar, is dat iets anders. Is dat met Teflon afgewerkt. Bewijzen van, als je deze zou hebben en je zou hier wat Teflon bij kopen, dan heb je in principe, zonder te veel gezegd, Split Focus. Alleen zit de routine er natuurlijk niet bij. Ja, ja, ja. Maar dit lijkt ook heel veel op Vegas Dream. Ja. Die momenteel uitverkocht is, krijgen we hopelijk wel weer een keer. Ja. Maar, ja, dit vind ik gewoon mooi. Dus zijn ook andere routines. Ik vind het ook mooi dat je drie verschillende munten hebt. Het is ook eigenlijk in voor één veranderd van kleur. Ja, kijk, en moeilijkheidsgraad. Het is niet moeilijk. Nee, want je moet alleen even weten wat je moet doen. Ja, je moet weten wat je moet doen. En voor het idee, dit is dus geen kopie van Split Focus, pas op. Nee. Deze is al, dit systeem is al 10 jaar in de handel. En iedereen geeft daar zijn eigen naam aan. De een zegt Super Coin, Johnny Wong. Craig Wilson noemt het Split Focus, enzovoort, enzovoort. Dus het is eigenlijk allemaal dezelfde basis, dezelfde truc. Met allerlei andere namen. Alleen qua prijs, 215 tegen 69. Ja. 65. Nou, een klein verschilletje. Ah, deze zijn prima gemaakt. Deze zijn trouwens van echte, de uitzenders van echte munten gemaakt. En de Morgan Dollar replica's van echte Morgan Dollar replica's gemaakt. Dus niet echte munten. Ja. Ja, heel tof. Ze zien er prima uit. Aanrader. Prima uit. Ik weet niet of het maakt, maar ik ga het gewoon doen. Ik laat ze ook nog even zo zien. Ja, in totaal krijg je dus 3 munten inderdaad. Ja. Oh, nou heb ik de... Fantastisch. Heb ik een beetje laten zien, maar maakt niet uit. Dit is, dit is wat je krijgt. Het is fantastisch gewoon. Heel goed gemaakt. Dit is professioneel spul. Ja. We ruimen netjes op. Zo. Alle bewijsmateriaal wegwerken. Geef jij deze ook? Ja. Onder de tafel friemelen. Dat klinkt heel fout. Goed. Heel mooi. Hey, nog iets heel ouds eigenlijk. Een lampje uit de lucht. We hebben het al zo vaak laten zien. Maar we hebben ook een roos. En ik weet, het lampje kun je in de roos plaatsen zien. Dat kan niet. Echt wel. Je kan hem ook uitblazen. Kijk, ik zei niet dat je hem niet uit moest blazen. Ik zei, je kan hem uitblazen. Dan kan kijk, even, ik zal even nieuw pakken. Zo. En ik kan hem ook uithalen. Dank je terug. Ja, ik heb blazen. Bizar. Nou, waar gaat het om? Dit gaat de dealer's. Die hebben we 100 keer laten zien. We lopen naar de roos.
Oké. Ja. Kijk, dus dat is eigenlijk de D-Light Rose. En deze roos hebben wij voor een belachelijk lage prijs. Het is een prachtige roos, maar ook nog €7,95. En mensen, met een batterijtje is deze. Dus niet USB bla bla, met een batterijtje. Ja. Maar je kan het batterijtje altijd... moet je hem opprutsen, kun je hem vervangen. Hij is er niet op gemaakt, maar je kan hem vervangen. Als je goed kijkt, zit hij hier. Er zit een 9 volt batterij, zo'n blok. Ja, er loopt een kabel door de mouw. Nee, er zit een heel klein knoopje en boven in de bloem. Fantastisch gemaakt. Ja. Dus, hij ziet er ook mooi uit, vind ik. Ja, het is daarom. Voor die prijs, we verkochten vroeger een lelijk roze uitziend roosje voor €12,50, heb ik nog gezien. Dat werkte hetzelfde, was lang niet zo fel. En die kochten we met 100. Dus dat ging echt gewoon hop, achter elkaar. En nu hebben we een hele mooie roos. Veel feller voor €7,95. Wat klopt er niet? Wat voor kleur heeft die roos? Nuet. Zou je? Oh, ik wacht, er zit een lampje erin. Oké. Ja, dus je hebt volledig gewoon controle wanneer die aan en uit gaat. Light Rose, dus €7,95. Een setje D-Lights. Net gebruikte ik er één. Dit zijn er twee. Een doosje koopt van twee, kun je lampjes van de ene naar de andere hand gooien. Bla bla bla. Ik gebruik er net mijn eentje, maar je zet er twee in. De echte originele. Dit is de enige echte originele, exclusieve Dynamite. €20 per set. Dus als je de roos koopt, heb je alleen maar de roos. Als je er lampje in wil stoppen op een of andere manier, moet je een ander product met lampjes kopen. En dan zou je dus komen aan bijvoorbeeld deze. Ja, en op de website hebben we ook nog rozen die wel oplaadbaar zijn. Met 5 kleuren. Die kun je laten van kleur van rood naar geel, naar blauw, naar groen, naar roze. Weet ik wat allemaal. We hebben rozenboeketten waar je meerdere bloemen hebt waar je rozen in kunt stoppen. Dus wat dat betreft genoeg. Er is een categorie voor. En die heet... D-lights. Lampjes en D-lights. In de categorie toneel heb je die. Daar zijn alle trucs in met lampjes. Dus daar kun je alles vinden als je dat werkelijk interessant vindt. Ja, de D-light Rose. Verder heb ik ook nog wat tossen, hè? Ja. Ik heb hier een fotolijst. Een mooie schilderij gekocht. Jazeker. Ik zal hem even halen in beeld, Magda. Ik denk dat we nu wel kunnen zien zo. Ja? Maar hij is in beeld. Hij is in beeld, ja. En ik heb hier een kaartspel. Mijn buikknop. Doosje lijkt even op zijn. René, ik heb hier een normaal kaartspel, zoals je dat altijd zegt. Dat mag je helemaal niet zeggen, maar wij in goochelwinkels mogen dat wel. Want wij verkopen ook speciale kaartspellen. Nee, dat meen je niet. Dat mogen we niet zeggen. Ja. Dus wij, onder ons is dat een normaal kaartspel. René, zou je ergens stoppen? Eigenlijk is het ook nog, het is niet eens een ja? Zou je ergens stoppen dan zeggen? Stop! Bijvoorbeeld hier. Dan mag je deze kaart bekijken. En dan gaat de kaart terug in het spel. Wat je wilt, maakt niet uit hoor. Kaarten kunnen terug in het doosje. Serieus? Jazeker. En dan wil ik zo meteen aan René vragen. Om heel goed aan zijn kaarten. Ik zal het even in het midden zetten zo, dan kan iedereen het mooi zien. René, zou jij aan jouw kaart willen denken? Ik denk nu aan mijn kaart. En dan zie je als het goed is, dat er iets magisch gebeurt. De kaart komt naar boven. Was jouw kaart erachter eens even? Ja, was hard 7. Tadaa. En als je zou willen, zou je die kaart ook nog kunnen laten verdwijnen. Tadaa. Okay, en het toffe is, kijk er even, je kan dit ook nog gewoon, in principe is het gewoon een lijstje, zeg maar. Je hoeft de dingen niet te laten zien. En je kan, er zit geen haakje aan, er zit wel zo'n standaardje aan, zeg maar, dat je hem neer kunt zetten. Mm-hmm. Maar je kan, dat is nog mooier, even een haakje eraan maken, gewoon zo'n dingetje kun je overal kopen. Zit er nu niet aan, want ja, dan is zit het er de achtergrond neer kunnen hangen. Ja, dat is natuurlijk toffer, gewoon aan de huiskamer aan de muur. Pak mijn kaart, tadaa, dat zou je ook kunnen doen. Je kunt zelf bedenken wat je ermee kunt doen. Ja. En maakt die geluid, je hebt misschien gehoord, ja hij maakt geluid, maar er zit een motor in. En het is een groot ding, dus heb je een soort van klankkast, dus je hoort het. Maar vergeet niet, de truc is niet zozeer hoe komt de kaart omhoog, maar voor een toeschouwer is het, hoe kan het... Dat de kaart die ik net willekeurig gekozen heb uit een spel, dat denkt de toeschouwer dan, nu in het frame zit. Dat hij hem ook komt als één, maar hoe? Want er zit geen 52 kaart in. Dan kun je zeggen, ja, maar je ziet hier een heel spel op de foto, om nog verwarrender te maken. Dus dat moet je even goed onthouden. Dus het geluid, ja, dat zit erbij. Het werkt compleet met een, je hebt het op afstand onder controle. Ja. Het is USB oplaadbaar, met oplaadbeveiliging en alles erin, dus je kan hem gewoon opladen op een normale manier. Met de USB-kabel die erbij zit. Ik wil straks ook even laten zien dat jij hem iets erbij krijgt. Ja, is goed. Dat mag wel, dat is niet zo'n ramp. Dat is niet zo heel erg. Ook, sorry dat ik het weer zeg, exclusief bij Dynamite.
Wou je nog één keer laten zien? Ja. Je kunt zelf bepalen, als je zou willen, hoe ver het hier omhoog gaat. Ja. Dus even voor het idee, als je zegt van ik wil dat hij hier stopt, dan kun je daarna te stoppen, maar je kunt hem ook verder naar boven laten gaan. Ja. Ik vind zelf, als ik eerlijk mag zijn, dit het mooiste. Dat is halverwege zo, hè? Dat hij net die de tweede zo uitziet. Ja. Ja. Ja, ik vind het vet. Maar desnoods zou je bijvoorbeeld met een waaier ervoor kunnen gaan. Ja. Dat zou ook nog kunnen. Je kunt het zo gek niet bedenken of je wrijft erover. Ja, of je palmeert. Je palmeert de kaart en op het laatst haal je de kaart eruit en laat hem met je wel teruggaan. Dat je eruit zogenaamd uithaalt. Ja, dat is wel een ander formaat, maar je zou ermee kunnen doen wat je wil. Goed idee. En de kaart zit erin en zit er vast in. Maar we krijgen vragen ook, kan ik een andere kaart stoppen? Nee. Dat kan wel, maar het is ook niet. Nee, ik heb erin opengemaakt omdat ik die vraag beantwoord wilde zien. In de context van, ja, als je hem openmaakt, kan dat. Dat kan, maar dan is je frame, dan moet je echt alles uit elkaar slopen. Dit zijn twee lagen op elkaar, dan moet je echt alles slopen. Dus niet meer een kwestie met openmaken, dan moet je hem echt slopen. Maar ik zou het niet doen, want het is allemaal ingesteld. Hij stopt automatisch maximaal, hij stopt op het minimaal niveau. Dus alles is ingesteld. Dus op het moment dat jij gaat prutsen, ik zou het niet doen. Helemaal compleet, opladkabel, instructievideo, frame, €109,95. En het heet de Rising Card Picture Frame. Dat is wel een hele toepasselijke naam, vind ik. Ja. Oftewel, de stijgende kaart en de fotolijst. Nou, dat is exact wat het is. Ja. Mooi, Leon. Yes. Mooi dingetje. Hey, ik pak even iets van de bodem. Van de grond. Zo. Zo. Dat is dat. Ja. Want op het moment dat als wij geen video's opnemen, dan eten we de hele dag snoep. Oh. Nee, is ook onzin. Al jaren verkopen we de glazen snoepjeskist. Vroeger was het de houten versie. Nou, we hebben hem weer terug in leven geroepen, zeg maar. We hebben hem in het hout en in het rood. Je ziet de foto's al op de website zien. En de bruin en de rood, bedoel je dan? Ja, houtkleur. Ja, ik ben van de hout, maar houtkleur. Bruin, moet ik wel zeggen, inderdaad. En rood. En we hebben deze beperkt. Want binnenkort komen ze waarschijnlijk enkel nog in het rood. En nog in een iets andere uitvoering nog mooier. Maar dan kan de prijs nog iets anders zijn. Deze €199, omdat we dit voor de prijs kunnen aanbieden. Wat is het? Nou, het is, het idee is het volgt. Er is een bordje, krijg je bij. Er zit nu een sticker onderop. Kun je er allemaal uithalen. Maar het is allemaal helemaal nieuw. Hans Klok doet ongeveer dit. Zou jij een snoepje... Oh, ik ken de routine van Hans Klok namelijk. Ja, oké. Okay. Lust je snoepjes? Nee, eigenlijk niet. Oh, dan pakken ze dat wel. Nee, jij hebt wel een zus, hè? Ja, twee zussen. En ik heb ook nog een broer. Ik heb ook nog een neef en een tante en een nichtje. Volgens mij zit alles bij elkaar. Dus nog een neefje. Heel veel snoepjes hebben. En een neefje. Oh ja, de buurman heb ik ook nog. Ik pak even mezelf. Buurvrouw. Ja, hallo, koekoek. Dat is normaal. Oké. Okay. Nee, wacht. Oké. Okay. Dus je hebt allemaal deze snoepjes. Er wonen heel veel mensen bij mij in de buurt. Ja. Je mag deze snoepjes mee naar huis nemen. Maar we gaan eerst even proberen. Dan heb ik even net geen goochelstok gepakt. En dat is even niet zo handig van mezelf. Wacht even, ik zet de kist al even wegzetten. Dan pakken we even als goochelstok. Is misschien makkelijker. Zo. Je mag even met de... Ja, sorry, ik heb geen goochelstok gepakt. Dat heb ik niet gedacht. Even met de goochelpen. Reclame voor 1, 2, 3, 1. Overheen zwaaien. En dan? Ze zou eigenlijk moeten verdwijnen nu, maar er gebeurt weinig. Doe nog eens. Normaal zie je rook ook, alles weg. Kun je ze ook per kleur laten verdwijnen dan? Nee, ik zie geen hallucinaties zijn. Oké. Okay. Nee hoor, dat is niet de echte truc. De echte truc is dat wij van snoepjes sieraden maken. Pak ze heel voorzichtig. Dit goede snoepje, bijvoorbeeld. Hey, dan heb je een halsketting. Ik heb hem nu gemaakt op maat van een kind. Oh, groot kind. Nou, dat is de snoepkist, snoepjeskist. En we denken, we laten hem ook even zien in deze uitvoering. We hebben normaal de glazen plexiglazen uitvoering. Die is heel mooi, maar ook heel zwaar. En ja, met transport natuurlijk gevaarlijker. Ja. Vandaar dat we ook de houten versie hebben. Het blijft een tof ding. En dit is gewoon makkelijk. De snoepjes zitten er niet bij. Hij is natuurlijk gelakt, dus als je herkan lak afgestoten worden, dat is weer het nadeel van lak. Maar het is altijd nog veilig als plexiglas. Plexiglas is gewoon een... Ja, en nogmaals, dit ding is volgens mij de helft in gewicht. Zelfs met snoep erin, als de glazen versie. Snoepjeskist. Daar gaan we weer.
exclusief met de Iron Magic Shop. Hou je mond de ketting? Ik vind het wel leuk. Ja, ik zou wel leuk moeten samen doen. Hartstikke leuk. Oké. Oh. Yep. Toppie. Dank u. €199. Ja, snoep moet je zelf regelen. Je krijgt alleen de kist met de gebruiksaanwijzing en de schaaltjes. Snoep moet je zelf even regelen. Zit er niet bij. Ja. Dat kunnen we misschien ook bij regelen, maar... Kan ook, maar dan wordt het... ja, ik zou het zelf regelen. Heb je nog iets liggen? Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb niks van liggen eigenlijk. Oh. Dan ga ik gewoon verder. Ik heb hier nog wel een voorraadje liggen. Je had een kaarspel nog, hè? Zeker. Ik heb hier namelijk een belletje. Zie. Oké. Okay. Wat ik er namelijk ga doen is het volgende. Even voor het idee. Je mag alleen bellen als ik dat zeg. Goed? Oké. Okay. Oh ja, meestal is het. Als ik het zeg. Je mag alleen bellen als ik het zeg. Oké. Okay. Okay. Alleen als ik het zeg. Ik bel hem niet. Oké. Okay. Okay, alleen als ik het zeg. Ik heb een kaarspel hier. En alleen als ik het zeg. Niet bellen, heb ik gezegd. Afblijven. Oké. Okay. Kaarspel hier, allemaal verschillende kaarten. Ligt nou mij of wat is dit nou? Dit zou je natuurlijk als gag al kunnen gebruiken tijdens je voorstelling. Dat je een kind dit geeft en zegt, als ik het woord frikandel zeg, of alleen als ik zeg 1, 2, 3, dan mag je bellen en continu wordt er gebeld. Dan zeg je, wat? Ik zeg, ja, nou moet je echt opbouwen. Nou, dat is. Maar je kan ook het volgende doen. Zet het wel maar even neer hoor. Pak een kaart, Leon, ergens. Het is maar voor een idee hoor, we hebben gewoon een beetje ditje mee. Dan laat ik de kamer terug. Ik zal hem eens even laten zien. René, slaapkop. Yes. Nou, vang je uit hoe dat ook. Afleiding. Ja, dat is afleiding. Schudden. Had het plaats. Nog een keer schudden. En we maken stapeltjes. En met die stapeltjes roepen wij tevens de hulp in van mijn overleden opa, die ook goochelaar was. Die spoort naar niet handig. Raap je hem al. Spat het dood. We gaan gewoon door, wat er niks gebeurd is. Die mij helpt met het opsporen van gekozen kaarten. Zou jij de bel willen vastpakken? Zeker. En zou jij de bel langzaam, rustig boven elk stapeltje willen houden? Even rustig, zodat ik zeker weet dat je niet zelf belt. En terwijl Leon dit doet, gaat ik hoop ik dat... Niet. Oké. Okay, duidelijk. Dat was het middelste stapeltje. We maken even nieuwe stapeltjes. Zo. Wacht. Even zo, met mixen nog. Oké, okay. Ga je gang! Oké, okay, dus als we nou dit doen dan. Een omweg. Nee. Toch apart, niet? Okay. Dus deze doet hij ook niks mee. Dan hebben we er nog 4 over, zie ik hier. 4, oké. Okay. Top! Gaat je gang! Oké. Okay. Even voor de duidelijkheid was nu. Die niet. Oh, die doet die wel iets. Oké. Okay. Die niet. Die niet. Dan kom ik dus uit op deze. Ja. Oké. Okay. Welke kaart had jij gekozen, Leo? Weet je het nog? Een 3 uur geleden? Achtergrond. Nou, dit is maar een idee, hè. Dit kan natuurlijk mee. Opa, dankjewel hè, voor het helpen. Graag gedaan, jongen. Even bedanken. Ja, knipperlicht en alles. Dit is maar een idee. Dit is Mental Bell. We hadden het al over elektronica. Oh. Dit is echt gewoon ook weer een dingetje. Je kan op commando. Kun je de bel laten rinkelen. Je kan het langer, dus je zegt... Jij hebt volledig onder controle, met een apart dingetje natuurlijk, wanneer die bel belt. Nou, je kan het voor seance gebruiken. Je kan het ja-nee gebruiken. Ja is niet bellen. Nee is wel bellen. Die vraagt de geest en vraagt allemaal gekke vragen. Wat je ook wil. Heel erg gaaf. En voor een belachelijke prijs, mensen. €99. Ja. Ik vind dat echt serieus. Niet om dat ding heel veel te verkopen. Ja, dat hopen we ook. Maar ik vind het echt een hele goede prijs voor wat het is. We hebben natuurlijk elektronica. Ook oplaadbaar met USB. Alles erbij. Oplaadkabel, de hele boel. Dus als je deze... Goed gemaakt. Heel goed gemaakt. Dus als je deze koopt, krijg je de overleden opa en oma. Dan krijg je de... Nee, maar misschien mag je ze wel af en toe lenen. Dat moet ik even overleggen. Moet ik even aan die bel vragen. Okay. Nee, niet nu. Een andere keer. Alright, even kijken.
We gaan even back in time. Ik denk dat we terug gaan een paar maanden. Toen kwam uit de music box. En die heb je nooit gezien in de video's. Ja, dan moet ik even naar onder gaan. Een paar maanden geleden zag ik onder. Ja, ja, dat had een reden. Want deze dingen kwamen uit. En volgens mij was binnen 2 dagen of zo alles weg. En we wilden nabestellen. En toen was het gewoon uitverkocht, niet leverbaar. Zeiden ze, ja, het komt weer, maar we weten niet wanneer. Eind maart was toen het verhaal, begin half maart. Zei, ja, nou, dat is lekker. Inmiddels hebben wij een hele levering weer ontvangen. Maar iedereen is natuurlijk wel vergeten. Want mensen, als je bij ons kijkt, bij nieuwe artikelen en je gaat dit ding zoeken. Zal er op pagina 4 aangegeven. Ik denk dat je 70 items verder bent of zo. En dan hebben we het over echt 2 maanden geleden zo, denk ik. Of 3. Dus, ik denk wel meer, misschien wel 90 nieuwe items. Wat was dit ook alweer? Nou, we hebben het niet helemaal geprepareerd, want je kunt hem zelf prepareren. We willen deze set even mooi nieuw houden. Maar je krijgt een mooi muziekdoosje. Zie je, er zit echt een muziekdingetje in. En je krijgt er stroken bij met allemaal muziek. Nou, wat zou bijvoorbeeld het effect kunnen zijn? Je krijgt deze kaartjes ook bij. En die kaartjes hebben allemaal nummers erop zitten. Ik zal van boven komen naar Jurassic Park. Hiervan zitten ook alle nummers erbij. Je moet ze een beetje zien als een draaiorgel waar ze zo'n boek op leggen, weet je wel. Echt een ouderwets draaiorgel. En waar ze aan draaien, dat muziek speelt. Dat doet dit doosje ook. Dus je kan allemaal deze liedjes laten zien. Je laat de toeschouwer een kaartje kiezen. Zo, kaartje kiezen. Hij bekijkt het kaartje. Hoe? Barbecue, bijvoorbeeld. Barbecue, I'm a barbecue. En dan kun je eerst de strook erin stoppen en dan draai je eraan. En die strook begint er doorheen te voeren. En je zegt, ken je dit? Dus ik denk, het klinkt nergens naar. Je hoort allemaal rare tonen, zegt me helemaal niks. En dan stop je met draaien midden op de strook. En dan zeg je, oké, pak een kaart. Denk aan je muziek wat je gekozen hebt. En je draait verder, of de toeschouwer draait verder, maar ook. En plotseling speelt het liedje wat de toeschouwer gekozen heeft. Dat kan. Dat kan hiermee. Er zijn meerdere routes. Volgens mij kun je ook een hele strook laten draaien. Ja. En je kunt er geen één liedje uithalen. Ja. En laat je iemand in kiezen en dan. Ja, je hebt heel veel mogelijke routines. Je krijgt dus alle liedjes die erbij horen op stroken. Je krijgt een heleboel stroken die je zelf kunt maken. Want die stroken. Je kan zelf kiezen welke routine je doet, welke liedjes. En daar kun je ze zelf prepareren. Daar zit een speciaal pondstangetje bij waarmee je stroken kunt prepareren. Duidelijke instructievideo ook die exact leert hoe dat moet. Het is niet moeilijk, je moet het alleen even doen. Dit is de luxe versie. Luxe versie, €99. Premium noemen ze dit. Premium Magic versie. En we hebben ook de gewone versie, dan krijg je het houten doosje niet ermee. Dan krijg je alleen maar dit. Ja, en je krijgt minder stroken volgens mij. Een apparaatje zeg maar. Minder stroken en minder. Ja, minder stroken volgens mij met 10 in plaats van 20 bij de gewone versie. Ja, de aantal weken ik heb moment, maar ja. Goed voor jou, dacht ik. Dus echt een heel gaaf effect, mentaal. Het speelt ook op het gevoel, het is met muziek natuurlijk. ja, echt een tof ding. Ja, muziek is altijd sterk in de act, hè? Ja, daarom. Dat is de Music Box van G-Magic. Helemaal compleet met alles wat je nodig hebt. Je hebt er voor de rest niks meer nodig. Alles erbij wat je nodig hebt om truc te vertonen. En dat vind ik echt een heel mooi dingetje. Music Box. Dus niet vergeten. We hebben ze weer genoeg op voorraad ook. Ja, en dan hebben we ook weer iets, ik ben daar zo gek op. Die heeft zo'n gave dingen. Ja. Wat is dit nou? Kijk even hoe dit eruit ziet hier. Dat is gewoon van Anthony Yap. Is dat, ik ook al laten zien. Echt een heel gaaf dingetje. Heel gaaf kistje. Ja, alles wat hij maakt is gewoon... Alles wat hij eigenlijk maakt is gaaf. En je krijgt deze ook weer overcompleet, noem ik het wel eens. Je krijgt er een standaard bij. Die kun je gewoon hier plat meenemen, is ook mooi. Die standaard is eigenlijk gemaakt voor je... voor je deksel in te zetten. Dus hoef je niet te gebruiken, maar kan wel op deze manier. Je krijgt er dit standaardje bij. En dat standaardje is eigenlijk wel voor dit op te zetten. Had ook niet hoeven, maar je krijgt het gewoon eigenlijk super compleet. Ja. Dat is echt wel heel tof. Ja. Heel tof. En dit is de Mystery of the Rune Ring. Nou, wat is de truc ervan eigenlijk? Als je wil, Leon, mag je het allemaal onderzoeken ook. En je mag die moeren eraf draaien als je wil. Mm-hmm. En dat is 1, dat is 2. Ik draai ze daar voor allebei af over te onderzoeken. Dat mag. Yes. De ring. Dat is niet jouw trouwring. Nee, niet met trouwring. Nee. Maar wel mooi. We zetten de deksel zetten we hierin. Zo. Schuif, deksel. Dit gaat hierdoor. Zo. En dan draai je deze dingen erop aan de zijkant. Beide zijkanten moet ik zeggen. Doen.
een beetje gelijk uitziet. Voilà. En vast. En dan hebben wij de ring. De ring gooi je in het kastje. En belandt dan meteen op dit. En dat is dan wel heel apart. Want het is toch vreemd dat eigenlijk de ring zomaar aan die stang kan belanden. Toch? Ik vind het wel apart. En het gaaf is, Leon, je mag het zelf losdraaien ook. Het zit ook allemaal zoals het zat. Je kan alles in principe laten checken. Mensen mogen de standaard onderzoeken. Mensen mogen de klep onderzoeken. Mensen mogen eigenlijk alles wat ze willen onderzoeken. Alle onderdelen, er is niks te ontdekken. Ja, en dit is toch weer zo mooi gemaakt, hè? Ik heb de video gezien. Ik zou het zo zeggen, René, ik zag het effect. En ik dacht, zo en zo werkte. En dit werkt totaal anders dan dat ik verwacht had. Ik ook, ik had hetzelfde, exact hetzelfde. En dat mag ik wel zeggen, hè. Ja, ik dacht echt, het werkt sowieso en sowieso. En toen zag ik de video, toen dacht ik echt, zo, daar heeft hij echt goed over nagedacht. Ik had exact hetzelfde. Ik dacht, weer een box met een ring. We hadden namelijk de laatste van Magic Wagon, de Meridian Ring Casket. Dat was ook een effect met een ring. En dat was ook heel gaaf, maar weer net ietsje anders. Ja. En dat was wel mooi, maar niet super bijzonder, laat ik het zo zeggen. Nou ja, niet bijzonder. Qua techniek vond ik het gaaf, maar niet over de top. Een mooie vind ik... En toen keek ik deze video en dacht ik, holy shit, dat is 10 keer mooier en gaver dan dat ik gedacht had. En een mooie vind ik ook dat je de ring erin gooit, dat je hem echt hoort. En dan de knap eraf, want je ziet hem echt meteen aanhangen. Ja, alles, dus. Ja, ik vind het echt een heel tof ding. Kan niet rondom, zeg ik er even bij. Dat is wel ik wil wel nog even vertellen, er worden een stuk of 3, 4, 5, ik weet nog niet precies hoeveel, er worden meerdere routines en mogelijkheden uitgelegd. Als je zelf handig bent, kun je zelf ook nog zelf dingen bedenken. Toevoegen. Maar er worden makkelijke routines uitgelegd, om het makkelijk te vertonen. En er worden ook moeilijkere versies uitgelegd. Ja, je krijgt deze er ook bij, in plaats van die. Als je zegt, ik wil echt in stijl blijven, dan wil deze hele vette gave moeren in vikinghelmen model gebruiken. Dan kan dat ook in plaats van deze, dan krijg je ook extra erbij. En uiteraard een video-instructie, alles wat je nodig hebt om truc te vertonen. Ja, en het is net als al die andere trucs van Anthony, executief bedankt Magic Shop allemaal trouwens, in Nederland en België. Eye of Loki, Elements Prediction Box, Keto Coin, Houdini Cube, en onze eigen Ribbon of Ra, die voor ons gemaakt is. Steampunk Stand. Ja, de Ribbon of Ra, die moet je zeker zien, dat is een van mijn favorieten. Ja. En dan heb je dus de Element Prediction Box. Ja. En deze hoort er ook bij. Ja. Allemaal gave dingetjes. Deze €175 of €179,12. We hebben hem niet op de lijst staan hier, omdat we op het laatste moment erbij gegrist hebben. Omdat hij de laatste keer ook al uit was, maar hij was uitverkocht. Dus hij stond bij ons niet meer bij de nieuwe items. Wij hebben misschien niet zo oud, maar daarom had ik hem even niet op papier gezet. Dus ik heb de prijs er even niet bij staan. Maar ik weet zeker €175 of €179. Dus check dat op de webshop. Ja, echt mooi gemaakt. Ja, een zeer gaaf dingetje. Genaamd Mystery of the Rune Ring. Dat dus. Ik pak nog even het kaartspel een keer. Even om aan te tonen dat het nog steeds hetzelfde kaartspel is, zeg maar. Zo, ups, oké. Hoppa. Even het idee, je hoeft het niet zo te doen, maar voor het idee. Weet je wat, Leon? Wij zeggen een kaart aan, maakt niet uit waar. Deze. Deze? Ja. We kunnen het niet zien, dus ik doe het even eerlijk zo. Onthoud de kaart? Ja. Ja? Boven naar beeld, boven naar beeld. Vorige keer viel die een keer uit namelijk. Okay. Ik heb namelijk een voorspelling. Hier in deze envelop. En dat is... Weet je gaat nog? Ja, is goed als wel. De joker. Nee. Had jij de joker? Ja, niet de joker. Nee. Leek het op de joker? Nee. Oké. Okay. Dan sta je mooi voor joker. Oké, was het een getalde kaart? Ja. Oké, dat is makkelijk. Want dan laten we de joker veranderen. Hij splitst zich op in 6 delen, want dan had jij waarschijnlijk 1, de 6 gekozen. Klopt dat? Had jij een 6? Nee. Je had geen 6? Nee. Oké. Had je een rode kaart? Nee. Oké, wacht even. Dan maken we eerst van die 6 iets anders. In ieder geval maken we daar een 9 van. Ook de pips laten we even veranderen, zo. Welke kaart had je dan gekozen? Had jij toevallig 9. Schoppen 9? Ja, schoppen 9. Dus heb jij de schoppen 9, dat was jouw kaart. Nou, je hoeft dit niet als voorspelling te gebruiken. Het is een visueel dingetje. Ik doe het nu gewoon als truc eventjes. Maar ik zou het zelf, als ik eerlijk moet zijn, ik zou hem gewoon
snel visueel pas, pas, pas. Gaan. Ja, is ook. Ik heb hem nu eigenlijk nu 3 kwartier voorbereid klaar. Dat komt de truc ook niet ten goede, heb ik gemerkt. Ik had meer een technisch detail. Fantastisch goed gemaakt, je ziet wat er allemaal gebeurt. Ik weet niet hoe het met deze belichting nu zit, maar als je gewoon normaal met een telefoon filmt, we hebben natuurlijk echt lampen erop staan, je ziet er niks van. Ja. Ik vind het mooi voor Zoom, shows ook, ja. En voor Instagram. Ja. En... ja, gewoon de muziek ook, ja. Weet je wel, bam, 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 verandering, verkleuring, pips die veranderen, alles verandert. Ja. Einde. Ja, heel gaaf. Heel mooi. Heel gaaf. Hetzelfde, we hebben nog een truc, die kunnen we niet laten zien nou. Dat is, ik weet de naam even niet, maar die is ook heel mooi. Dus dat je een spelkaart hebt. Vanishing Pack? Ja, Vanishing Pack. En dan verdwijnt op een gegeven moment. Dat je inderdaad spelkaart hebt, nog een kaart. En die kaart draait zich om, die verandert. En dan plotseling is het hele spel weg. Ja, eerst gaat hij half weg. Ja. Dan verdwijnt hij en dan is er een andere kaart. En dan verdwijnt het kaartspel. Ook heel mooi. Ja. Ook heel mooi. Zorg voor veel meer mooie dingen. Maar ja, ja, we kunnen moeilijk alles dat is het. En weet je wat het is? We hebben nu natuurlijk wel afspraak staan met mensen. Maar het is niet zo druk als we het voorheen hadden nog, hier in de winkel tenminste, dan bedoel ik. Dus we laten niet zoveel trucs zien, daar bedoel ik mee. Als hier continu mensen in de winkel lopen, dan oefenen wij ook de dingen eigenlijk door het aan de mensen te laten zien. Dus nieuwe trucs pakken we uit, we gaan oefenen, er komen mensen. Ja. We hebben 3 maanden lang eigenlijk geen nieuwe trucs geoefend, want voor wie? Nee, snap je? Ik heb wel trucs geoefend. Ja, nee, maar de dingen hier in de winkel, commerciële dingen wil ik zeggen, die hebben natuurlijk niet echt zitten oefenen, want dan zou je het oefenen en er komen heel veel nieuwe trucs achterna en we wisten niet wanneer de winkel weer open ging. Hetzelfde als deze video online staat, en dan zijn er alweer 5 of 8 nieuwe trucs online of wat dan ook. Dat is het. Er liggen nog een hoop nieuwe dingen dat is het. Die nog op de website komen. Ja, er komt nog iets heel gaafs aan. Er komt ook deze week nog op, we gaan niet zeggen wat. Waar wij van de week al voor een kijken waren. Nou, ik kan het wel zeggen. Het heet Haunted Deck. En we hebben maar een speciale versie. Echt ook briljant. Komt ook online. Houd de website in de gaten. Ja. Nou. Klaar. Ja, dat was hem. Best wel een snelle volgens mij nog. Ik durf niet te zeggen hoe lang we bezig zijn. Ik heb geen idee eigenlijk. Maar dat maakt niet uit. Hoofdzaak is. We hebben alles laten zien wat we wilden laten zien. Yes. Mensen. Ik zeg tot de volgende. Keer. Blijf gezond. En we hopen dat dan alles tegen de tijd trouwens we weer terug zijn. Dat eigenlijk, het zal wel niet. Dat de deur gewoon weer open is, iedereen binnen kan lopen en zo. Maar... je zou eigenlijk hier zo'n voorspellingsbox neer moeten zetten. Met een voorspelling erin van wanneer dat de hele corona... ja. Ja, hoe zeg je netjes? De corona... ja. Voorbij is? De ellende voorbij is. Ja, dan blijft die box toch heel lang hangen, denk ik. Als alles voorbij is... ik denk dat tegen de tijd dat wij niet meer met mondkapjes lopen... sorry voor discussie. Dat we het over volgend jaar ergens hebben. We zullen zien. Maar we gaan het zien. Ja. Mensen, de groetjes. Doei doei. Hoi. Hoi.